Stoppen. Steven Voer, je hebt zo net een 5-jarig contract getekend voor RS Anderlecht. Ben je een gelukkige speler? Absoluut. Ik ben heel opgelucht dat nu die keuze ook bekend is. Dat ik vanaf nu ook mij volledig kan focussen op mijn nieuwe club. Je komt van FC Porto naar de Belgische competitie. Is dat een grote stap of denk je dat je op deze manier je carrière terug kan herlanceren? Ja, ik denk dat dit de ideale manier is om mijn carrière terug te herlanceren. Elke week op het veld staan, terug dat ritme vinden. En dan terug het vertrouwen krijgen van vroeger. Anderlecht zocht op het middenveld echt een type zoals jou. Veel talent en winnaars-vechtersmentaliteit. Ben jij eigenlijk de ideale speler dat Anderlecht zocht? Ja, ik denk het wel. Als iedereen het zegt, dan denk ik wel dat het zo zal zijn. Dus ik heb mijn stijl van spelen en ik zal mij moeten aanpassen ook aan de speelstijl van de ploeg. En samen proberen het beste evenwicht te vinden voor de ploeg. Wat zijn jouw sterkste kwaliteiten? Ik denk dat ik een heel goede pas in de voeten heb. Dat ik het spel kan versnellen. En mijn mentaliteit. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Wat zijn de ambities voor RS Anderlecht dit seizoen? Ik denk dat Anderlecht voor alles moet gaan. Dus alles proberen te winnen. En een goed figuur proberen te slaan in de Champions League. Allee, gelukkige verjaardag. Goedemiddag. En gelukkige verjaardag. Succes. Dank u. Ik zou graag zeggen aan de supporters dat ik er alles aan zal doen om deze club vooruit te helpen en ze nog meer successen te bezorgen.